Marco, een mooie morgen en een heel mooi project wat jullie hebben opgezet. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, we draaien bij drie kinderdagverblijven draaien wij het groenteboxjesprogramma. Waarbij kinderen 3 maanden lang groenten gaan proeven. En daar zijn we mee in januari begonnen. En dat loopt deze week op zijn einde. En speciaal voor het lager onderwijs, oftewel... Wat zijn het? Ja, het is voor de peuteropvang. Dus ja. Het is echt van de leeftijd van 1,5 jaar tot en met 3, 4 jaar. Dus eigenlijk nog voordat je naar de basisschool gaat. En echt al om te leren proeven met groentes. En ook voor een langere termijn. Ik zie daar gelijk gezichtjes voor me met vieze trekken. Van ik vind het niet lekker. Ja. Komt dat voor? Nou, zeker. En daarom duurt het programma ook 3 maanden. Hè. Verandering van gedrag vindt plaats over een langere periode, dus daarom ook 3 maanden. Dus de eerste paar keren dat jij een groente proeft die nog niet zo bekend is, zitten jouw zintuigen op van hey, dit ken ik niet en daar moet ik aan wennen. Dus dat zit er zeker bij, ja. Is het een mooi project voor een stichting Wiel? Het is Welzijn in Elburg. Is dit een onderdeel van Welzijn? Nou, zeker. Dit focust zich heel erg op de jongste kinderen. Maar hij heeft ook zeker betrekking op het welzijn van de ouders. En wat geef je aan een kind, maar wat kan je zelf ook doen om toch een stukje gezonder te leven. En met Aldi hebben we daar een hele mooie partner bij. Die ook heeft meegedacht in een stukje sponsoring voor deze campagne. Dus alle ouders krijgen straks voor de kinderen ook een groenteboxje. Maar daarbij ook wat vouwtjes om weer wat snoepgroenten, snoeptomaatjes en worteltjes te halen. Dus het zeker met welzijn heeft het raakvlakken. Het is mooi dat jullie ook sociaal bezig zijn, maar dat betekent wel dat je zegt van, is het hiermee afgerond? Nee, zeker niet. Dus het is echt een doorlopend iets. Vanuit Prokino, waar we nu ook zijn, die hebben ook al gevraagd van, wordt het iets jaarlijks? Nou, daar moeten we met elkaar in overleg gaan. Maar we doen nog meerdere dingen. Dus dit is echt heel erg op groente gericht, maar we doen ook activiteiten op bewegen, op slapen, water drinken. Zo proberen we zeg maar, elk thema wat met leefstof te maken heeft echt wel te behandelen. Stichting Wiel is goed bezig, denk ik. Ik denk dat we goed aan de weg timmeren. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hoe belangrijk is het dat hier de gemeente ook achter staat? Nou ja, wij proberen natuurlijk al zo jong mogelijk kinderen te leren dat groente gezond is. Hè? En daarmee kun je nooit vroeg genoeg beginnen. Vroeger toen ik in de kinderjaren zat, was dat meer vanzelfsprekend. Nu is het soms nodig dat je elkaar een handje helpt. Dus we zijn ontzettend blij dat hier vandaag de eerste groenteboxjes zouden als afsluiting van het project worden overhandigd. Juist om kinderen ook te stimuleren, ouders te stimuleren, om al vroeg te wennen aan het eten van groenten. Dat zit er eigenlijk achter voor ons. Maar u hebt zelf kinderen dus, en kleinkinderen waarschijnlijk. Maar dat betekent wel dat je de gezichtjes altijd aan tafel ziet van broccoli of wat dan ook. Maar dat niet alle kinderen altijd gek op groenten zijn. Als opa moet je altijd heel voorzichtig zijn dat je niet alles wat je van je kleinkinderen en je kinderen vindt hardop zegt. Dat doe ik zeker nu ook niet. Maar het is niet meer zo wij dat gewoon waren vroeger. Het is denk ik belangrijk dat we weer in het ritme komen dat groente gegeten wordt. En dat kinderen dat herkennen en ook lekker vinden. En ik denk dat dit project ouders ook wel een handje helpt om daar weer bewust van te worden. We zijn goed bezig dus. Voor mij zijn we goed en gezond bezig hier in Elburg. Heel goed. Heel blij dat we dit project op deze manier in onze gemeente kunnen stimuleren. Dankjewel. Ja, in water gezeten, hè? Hey, als het goed is, heb je allemaal groenten gegeten. Misschien ook wel eens komkommer en tomaat. Nee, niet met de paprika lekker. Dus bloemkool gaat andersom. Nou, kijk, bij de opa's en oma's. Wat herken ik wel? Ja, we gaan nog meer lekker. En u krijgt van meneer de wethouder. Heeft hij zo'n groenteboxje? En dan kan je thuis, wanneer je naar de opvang komt, of je gaat naar opa en oma toe, kan je daar je groente in doen. En je tomaatjes, of je komkommetjes, kan je daarin doen. Dat is een goed idee, hè? Ik heb wel een gift. Dikke duim. Dikke duim. Zo, dikke duim. Super.